Hartelijk welkom mensen allemaal weer in deze eredienst. Een gezegende Sabbat toegewenst. Wij willen weer met z'n allen een eredienst hebben. En we zijn al begonnen natuurlijk met een lied. God roept ons, broeders, tot de daad. En inderdaad, we zullen het hebben over het avond- en het morgenoffer. Of zoals je wilt, het morgen- en het avondoffer. En daar willen we ook een heel mooi lied bij zingen, wat er ook weer heel goed bij past. Ook een hele mooie melodie. En dat is Psalm 108. Dat ziet u op het psalmbord staan. Ook voor die mensen die door de week studeren, zie de hele eredienst. Dan komt u er onherroepelijk beter in. Want Gods Heilige Geest moet het ook in uw hart doen. Dus daar hoort alles bij. Ook deze liederen. Laten we daarom samen zingen. Psalm 108. Mijn hart, o hemelmajesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Is dat ook echt zo? Hebben wij ook het morgen- en het avondoffer? Wat zit daar allemaal aan vast? Daar willen we het nu over hebben. Laten we samen eerst zingen, Psalm 108, vers 1. Zal in den dagen raad ontwaken, op het einde van deze wereldgeschiedenis, en met gezang mijn God genaken, toetreden. Geweldig, lieve broeders en zusters. Laten we daarom ook nu eerst starten met gebed. Onze schuld weer belijden en er alles aan doen om ook weer te doen wat God van ons verlangt, dat we dat ook weer met z'n allen leren. Wilt u daarom met mij de Heere zoeken in gebed? Lieve, goede, getrouwe God de Vader, lieve Heer Jezus, we komen weer voor uw heilige aangezicht om u te danken. Te danken voor deze afgelopen week dat u ons weer hebt gespaard. Het wordt een hele moeilijke tijd en het wordt steeds erger. Het zijn al moeilijke tijden. Kom daarom met grote kracht over ons, Heer, dat we toch mogen begrijpen hoe we daadwerkelijk willen doen wat u van ons verlangt. En niet onze eigen dingen doen, maar lettende op uw woord, lezende, vertrouwende op uw woord, bestuderende wat u hebt bedoeld. Als het ook vooral om het morgen- en avondoffer gaat. Open ons verstand, open ons hart daarin. Dat het ook alles te maken heeft met die actieve dienst. Kunnen we wel in actieve dienst gesteld worden, indien we zo nalatig zijn de dingen te doen die u van ons verlangt? Heer, we bidden daarom voor al die mensen die ziek zijn, verdriet hebben, moeilijkheden hebben, geliefden hebben verloren. Vooral in die eindtijd. Zelfs kinderen te rusten hebben moeten leggen. Omdat het een hele moeilijke, zware tijd wordt.
Heren, dat we dan ook mogen beseffen dat we onze geliefden, ook onze kleine kinderen, terug mogen zien in de eeuwigheid. Daar is de standvastigheid in uw woord voor nodig. Kom daarom met kracht over ons. En daarom vragen we u ook of u onze fouten en gebreken, onze zwakheden, ons ongeloof wilt vergeven. Geef ons kracht, ook nu in deze eredienst van Romeinen 8. Dat we mogen beseffen wie we zijn en wie we moeten worden. Dat bidden we van u, om Christus Jezus wil, uit vergeving van al onze fouten en gebreken. Nogmaals weer, Vader in hemel. Amen. Het is weer een bijzondere eredienst over Romeinen 8. En u weet, ik heb Romeinen 8 al behandeld en ik ga er ook vanuit dat u die al hebt gezien. Maar we willen eerst starten met de wet van God. Daar staat gewoon alles in. Daar staat in wie wij moeten zijn en ook kunnen worden. Exodus 20, de versen 1 tot en met 17. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En we zitten nu in het vierde geslacht. En doe barmhartigheid aan duizenden, dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk een sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt. Zij en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dag, nogmaals weer bevestigd, voor de 2e keer. Daarom zegende de Heer den sabbatdag en heiligde denzelfde. Heer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. Amen. Zo kunnen wij die geweldige God eren, loven en prijzen door zijn wet te houden. Willen wij dat wel? Nou, ik kan u vertellen, ik wil het maar al te graag. En volgens mij u ook. En daar horen ook wat zaken bij. Morgenavond offeren. En waarom is dat allemaal ingesteld? Wat is de achtergrond daarvan? We gaan terug naar Romeinen 8. We gaan veel onderzoeken. We zullen er hoogstwaarschijnlijk niet doorheen komen met één eredienst. Want in Romeinen 8 hebben we voor de eredienst ook al even aangehaald, het eerste vers. Zo is er dan, dus Romeinen 8 vers 1, zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Dus geen tweede dood, geen gog magog, dat wordt er bedoeld. Die niet naar het vlees, naar de gevallen natuur wandelen, waar u mee geboren bent, maar naar den geest. En wat is dan die geest? Ik heb al eerder gezegd, ook tegen u, ja, heel mensen zeggen, ik ben in de geest, ik ben in de geest, ja. Vertel me dan eens wat dat is in de geest zijn. Ja, dat is die gevallen natuur, helemaal afsterven en u volledig toewijden aan Jezus Christus en aan God de Vader. God de Heilige Geest legt de waarheid in uw hart neer en heilige engelen helpen u daar ook bij.
Want de wet des Heren, daar spreken we over. Want de wet des Geestes spreken we dus ook over. God, de Heilige Geest, des levens in Christus Jezus. Daarom zei ik ook eerst, want de wet des Heren, van Jezus Christus, heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Dus wij zijn die gevallen natuur kunnen volledig afsterven. En mijn verzoek is dus nu nogmaals weer, zie vooral die hele eredienst Q7 door. Dat is onnoemelijk belangrijk. Dan kunnen wij meer tijd besteden nu ook aan zaken die hier alles mee te maken hebben. Want wij willen natuurlijk heel graag die geest van God deelachtig worden. Want daar gaat het hier nog bijna voor de helft over in Romeinen 8. Later ook nog gedeeltes, maar bijna heel Romeinen 8 kunnen we wel stellen. Wat wij willen doen is naar patriarchen en profeten, want wij zijn natuurlijk daarmee bezig en wij hebben veel van Abraham al onderzocht en begrepen en we moeten nog meer begrijpen. Want waar wil ik met u naartoe? Dat is het volgende. Abraham onderwees zijn gezin. En daar zijn voorwaarden aan verbonden, maar daar zijn ook opdrachten aan verbonden. Daar ligt iets ten grondslag voor Abrahams tijd, in Abrahams tijd. Maar als laatste volk van God, hier is het volk gestart, dat hebben we allemaal geleerd, met Abraham als één persoon, in het genadeverbond, hebben we allemaal begrepen, snappen we allemaal, en anders herhaal. En dat gaat nu in die eindtijd ook zo. Dus daar riep Abraham ook zijn gezin, 1000 personen, dat beseft hij ook, want hij had meer dan 1000 mensen om hem heen, riep hij bij elkaar rondom dat offer. Dat zei avondoffer, morgenoffer enzovoort. Dus daar gaan we nu eerst even weer een goede opstap in maken. En dan gaan we steeds dieper in Gods Heilige Geest, wat wil God met u en met mij doen. Hoe wil God u voorbereiden om straks ook een luide roep te kunnen en te mogen brengen, zeg ik er heel vaak achteraan. Want een hele hoop mensen zeggen, ja, ik ga ook de luide roep brengen. Ja, ik wil ook bij de 144.000 horen. Ja, nou dan wordt u eerst nog wel beproefd. Want dat komt hier ook na natuurlijk. Wat zien we in hoofdstuk 13 staan, zijn geloof, uw en mijn geloof beproefd. Dat komt hierna. En wij willen alvast een basis neerleggen van wat verlangt God van ons. Voordat we echt die diepe beproeving ingaan. Hier staat natuurlijk al een hele hoop in. Ook in Romeinen 8 heb ik u ook al veel over verteld. Dus laten we eerst weer teruggaan naar patriarchen en profeten waar we gebleven zijn. En dat is bladzijde 109 in de midden. De genegenheid van Abraham voor zijn kinderen. Hoort u dat goed? Ook Jezus Christus heeft een genegenheid voor u en voor mij, voor zijn oprechte kinderen. En dat had Abraham ook. Dus wij leren gewoon hoe de Heer Jezus Abraham opgeleid heeft, als ik het zo mag zeggen. En zo wil de Heer Jezus ook ons opleiden, ook door de geschiedenis van Abraham goed te verstaan en ook als het ware deelachtig te worden. We moeten het geloof van Christus deelachtig worden en hem volgen waar hij ook heen gaat. Maar daar heeft hij ook patriarchen en profeten voor aangesteld, om het zo maar uit te drukken. Dus we gaan eerst terug, even weer bij de basis waar we gebleven zijn. En daar leg ik u meer over uit. Hebben we ook al dingen besproken natuurlijk. In Bijbelcommentaren 471 voor de eredienst. Dus bij deze. De genegenheid van Abraham voor zijn kinderen en voor zijn gezin bracht hen ertoe hun godsdienstig leven te beschermen. Daar staat een punt, dat is enorm belangrijk. Dat wil God ook bij u en mij doen. Dus wij zullen uit Babylon moeten komen. Beseft u het? Want daar gaan we het straks ook over spreken. En hun een kennis bij te brengen, let dus op, wij moeten ook nog meer leren, van Gods wetten als kostbaarste erfenis, die hij hun kon nalaten en door hen ook aan de wereld kon geven.
Dus er moet iets nagelaten worden en door hen ook aan de wereld kon geven. Dus wat ik zo pas al zei, Abraham geeft iets aan ons door. Alle leerden dat ze onder leiding stonden van de God des hemels. Onder de leiding stonden van de Heilige Geest van God. Onder bescherming van heilige engelen. Van de kant van de ouders mocht geen dwang, let goed op, geen dwang zijn. En van de kant van de kinderen geen ongehoorzaamheid. Dus als er één mank gaat, laat ik het dan zo uitdrukken, het fanatisme onderdrukken, dan gaat het mis. Natuurlijk, u moet ze waarschuwen, blijven waarschuwen. Maar op een bepaald moment, dan werkt het niet meer en ja, dan houdt het op. Blijft u nog wel waarschuwen, maar geen dwang. En van de kant van de kinderen geen ongehoorzaamheid. Die kinderen die moeten wel vijfde gebod gehoorzaam zijn aan de ouders. De wet van God had een ieder zijn taak aangewezen. Hoort u dat? Zijn taak aangewezen. Dus ook ochtendwijding, avondwijding. En alleen door hieraan te gehoorzamen konden geluk en voorspoed hun deel zijn. Zijn eigen voorbeeld, uw en mijn voorbeeld, ook van Abraham, maar ook vanuit de wet vandaan en ook van Jezus Christus vandaan, het grote voorbeeld. Ons eigen voorbeeld kunt u daar neerzetten. De invloed van uw en mijn dagelijks leven, ook van Abraham, zijn dagelijks leven, was een blijvende les. De onwankelbare trouw, de goedheid en onzelfzuchtige voorkomendheid, die de bewondering van koningen had afgedwongen, waren zichtbaar in het gezin. Zijn leven werd gekenmerkt door een aantrekkelijkheid, eerste punt, een adel, tweede punt, en een beminnelijkheid van karakter, drie geweldige punten. Aantrekkelijkheid, adelheid, beminnelijkheid van het karakter. Het karakter van Jezus Christus had Abraham dus ook in zijn hand. Die aantoonden dat hij met de hemel verbonden was. Dat moeten wij ook. Hij veronachtzaamde niet de ziel van de geringste slaaf. Iedereen heeft waarde bij God. In zijn gezin bestonden geen verschillende wetten voor heer en knecht. Dus ook niet tussen kinderen, wat veelvuldig altijd gebeurt. Geen verschil in benadering van rijk of arm. Allen werden rechtvaardig behandeld als deelgenoten met hem aan de gave des levens. Hij zal zijn huis gebieden, dat weten wij. Moet u ook, moet ik ook. Hij zou de verkeerde daden van zijn kinderen niet over het hoofd zien. Nu komen we weer in Romeinen 1 vers 32. Hoeven we niets te zeggen, hebben we 10 erediensten overgehouden. Gaat u naar de eerste bokstoel van de Romeinenbrief. Dus overduidelijk, hij, u en ik, zullen de verkeerde daden van uw en mijn kinderen niet over het hoofd zien. En niet op zwakke, onverstandige wijze voorkeur vertonen. Hij, u en ik, zou de plicht niet prijsgeven aan de opwellingen van onjuiste liefde. Abraham zou niet slechts goed onderrichten, hij zou ook het gezag van de rechtvaardige en goede wetten handhaven. Gods onfeilbare wet. En ook niet alleen de 10 geboden, maar ook de moraal. Het getuigenis uitdragen. Ceremoniële wetten voor die delen die we nog moeten houden, die kunnen ons daarbij helpen in onze tijd. Hoe weinig ouders, nou komt het pijnlijke. Hoe weinig ouders in onze dagen volgen dit voorbeeld. We hoeven alleen maar te denken aan morgen- en avondoffer. Ochtendwijding en avondwijding, zeggen wij ook wel. Ja, dat is zoveel tijd, dan ben ik al weg en dan ben ik al naar mijn werk toe, zegt de vader. En de moeder zegt, ja, maar ik heb het zo druk. Ik moet de kinderen naar school brengen. We hebben van allerlei smoesjes, zeggen we dan wel eens. Voorwenselen voor de zonde.
Zo kunnen we het ook stellen, beter uitgedrukt. Dan moet u een uur eerder opstaan. Ja, maar dat wordt toch niet gevraagd? Dat wordt wel gevraagd. Dat doen wij ook. Dat heb ik, zolang ik dit wist, heb ik dat al gedaan. Dat is 25 jaar lang nu. In 2021. Dus besef goed, God vraagt iets van u. Daar komt bij, hebben wij elke dag, zolang ik met Gods werk bezig ben, met Gods genade aan hem, alle lof en eer. Bidstonden wij. Nog bij de ochtendwijding hebben we apart de bidstond elke dag voor Gods werk. Want we zijn toch elke dag met Gods werk bezig. En dan hebben we de woensdagsavonds ook nog een bidstond voor. Alles hebben wij aan God te danken. En aan alles geven wij, onze geliefde Heer Jezus Christus, alle lof en eer. Is dat nog niet geweldig? Komt niets uit onszelf. Hij legt het wel in ons hart. Dat is ook duidelijk. Want hoe weinig ouders in onze dagen volgen dit voorbeeld. Bij te veel ouders leeft een blind zelfzuchtig sentiment. Er zit ook nog een andere kant achter. Dat ten onrechte liefde wordt genoemd. En tot uiting komt doordat men kinderen met een onvolwassen oordeel en ongebreidelde hartstochten, wat veelvuldig nu voorkomt, toestaat hun eigen wil te volgen. Ze mogen doen en laten wat ze willen. Ze springen over de tafels heen, maakt hun allemaal niets meer uit. Doe maar waar je zin in hebt. Ach, dat kun je beter niet doen. Dan zeggen de kinderen van, oh, ik vind dat leuk. Ze schoppen met de ballen in huis. Een bal hoort buiten. Er zijn ook nog sporten overwegend waar je voorzichtig mee moet zijn, omdat dat occulte spelen zijn. Maar afgezien van dat, u beseft, er moet veel gebeuren voordat wij dat koninkrijk in kunnen en mogen gaan. Ze scheuren de deuren van de kastjes open en ze halen de potten en pannen eruit. Het is niet meer voor te stellen wat wij allemaal zien. En ja, mijn vrouw en ik die zeggen daar wel soms eens iets van. Nou, dan word je toch ook wel eens een beetje vreemd aangekeken. Mag dat dan niet? Nee, inderdaad hier niet. Wat u thuis doet of wat jullie thuis doen of wat dan ook. Maar dat mogen jullie zelf weten. Maar het gebeurt hier niet. Wij hebben hier orde en regel. Dat hoort daar wel bij. Dus dan bent u ook een getuige op dat moment. Dus dat is ten onrechte liefde wordt genoemd. En tot uiting komt doordat men kinderen met een onvolwassen oordeel en ongebreidelde hartstochten toestaat hun eigen wil te volgen. Dat mag dus absoluut niet. Dan zakken die kinderen helemaal weg de diepte in. En dat zie ik ook veelvuldig om me heen gebeuren. Hierdoor toont men een wreedheid jegens de jeugd, ouders, en doet men groot kwaad aan de wereld, want die kinderen moeten straks de wereld in. Ouderlijke toegevelijkheid veroorzaakt oneenigheid in gezinnen en in de maatschappij. Dus niet alleen in het gezin, maar ook in de maatschappij. Ik zie soms kinderen onder elkaar, broertjes en zusjes enzovoort. Maakt niet uit wie, of broertjes met broertjes of zusjes met zusjes. Alleen maar, dat is voor mij en dat wil ik. En dat, dus ze doen van alles en nog wat. En denk je, daar wordt ook bijna niet in ingegrepen. Dan wordt ze, ja jongens, stil maar, rustig aan. Ja, maar dan denk ik, lieve broeders en zusters, is de start niet verkeerd geweest? Hebben jullie wel ochtendwijding en avondwijding met de kinderen om de tafel heen, op de knieën? Kijk, daar ligt al iets ten grondslag wat verkeerd is. Of wat niet wordt gedaan, laat ik het maar zo uitdrukken. In dit geval wat ik heb gezegd, ochtendwijding en avondwijding. Dus doet men groot kwaad aan de wereld. En dus ook binnen het gezin en in de maatschappij. En wat doet dit kwaad allemaal? Ze sterkt de jongeren in hun wensen hun eigen zin te doen. In plaats van zich te onderwerpen aan Gods geboden. Want die staan hoog in het vaandel natuurlijk. Die zijn hier ook achter ons afgebeeld. Dat weet u. Zo groeien ze op met een tegenzin in het doen van Gods wil. Als die ochtendwijding er niet is, Gods geboden niet gelezen worden in het gezin, op wat voor manier ook maar, komt dat tegenzin in het gezin, om Gods wil te doen. En ze geven hun goddeloze, weerspannige geest door aan hun kinderen en kindskinderen. Dus van geslacht op geslacht. En dan snapt u eerste, tweede, derde, vierde lid, het geduld van God is op en dan gaat God ingrijpen. Zo werkt dat.
Evenals Abraham moeten ouders hun kinderen bevelen. Laat gehoorzaamheid aan het ouderlijk gezag geleerd worden. Als eerste stap in gehoorzaamheid aan het woord van God. U zult misschien wel denken, nou dan krijgen we weer een les als ouders. Wat ben ik nalatig geweest? Ja, het is nog niet laat. Maar u bent wel nalatig geweest als u dit allemaal hebt laten gaan. En u begrijpt ook wel, er zijn ook ouders die doen dit allemaal. En als de kinderen één keer bevrijd zijn, maar dat gebeurt ook, van die ouderlijke plicht, dan willen ze op hun manier de vleugeltjes uitslaan. En ze kunnen amper vliegen. En ze knallen tegen de muren aan. En ze hebben overal last van. En ze doen allemaal domme dingen. Ze staan tegen de ouders op. Ze staan tegen God op. Tegen Gods wet op. Want dat was thuis. En daar ben ik zo blij van dat ik er vanaf ben. Dan beseft u al dat zij God schenden, de ouders schenden, en dan mag u alles gaan invullen, en dan lijkt het dat ze heel veel plezier in hun leven hebben. Nou, dat gaan ze niet krijgen. Neem dat maar van mij aan. De Satan houdt hun wel een tijdje afzijdig. Het valt niet, hun niet aan, persoonlijk. Omdat ze natuurlijk in de banden van Satan zitten. Dat beseft u ook. In een wanhoopsverbond zijn gekomen. Ze willen er uitgerukt worden in die toestanden, zeggen ze dan, van die ouders. En ook kinderen die nog in de kerk blijven, hoor. Die gaan ook hun eigen dingen, niet die zwakken die Bijbel natuurlijk. Ach, zo moet je dat niet lezen, dat is allemaal zo zwaar. Ja, dat gaan we dan straks wel ontdekken in die eindtijd. En dat verslapt natuurlijk allemaal wat de ouders hebben geleerd. Ochtendwijding en avondwijding, dat valt heel ver weg. Beseft u, die krijgen die wanhoopstoestanden ook in hun gezin, ook met hun kinderen. Kinderen kunnen ze ook bijna niet meer handhaven. Inderdaad, die springen over tafels heen, die doen dit, die doen dat. Die hyperen tot en met, zeggen we wel eens. Nou, natuurlijk hebben we er allemaal wat last van, dat we soms enorm overdreven zijn. Als kind zijnde dan, spreek ik over, als ouder misschien ook wel, maar daar zijn we kinderen voor, maar dat moet ook aangestuurd en bijgestuurd worden. Nou, dan even verder. Want het komt ergens vandaan. Ik heb dat al genoemd. Het wanhoopsverbond. Daar gaan we even mee verder. De minachting waarmee men de wet van God beschouwt. Of de kinderen oud zijn en zijn de deur uit. Of ze zijn nog in huis, of de ouders zelf, maakt het niet uit, u mag gaan invullen. Zelfs van de zijde van de godsdienstleiders, u begrijpt het nu, als de leiders fouten maken, de ouders fouten maken, heeft een groot kwaad voortgebracht. Hij heeft het over gehad, eerste geschriften, bladzijde 142, valse herders. De alom verspreide leer dat Gods geboden niet langer bindend zijn voor de mens, willen kinderen dus ook niet meer als ze het huis gaan, heeft dezelfde uitwerking op de moraal van de mensen als afgodendienst. Wat lezen wij? Luister eens. De alom verspreide leer dat Gods geboden niet langer bindend zijn voor de mens, heeft dezelfde uitwerking op de moraal, op wie wij zijn. Rationeel denken, hebben we toch met z'n allen geleerd, van de mens, van u en mij, als afgodendienst. Dus zitten wij in afgoderij. Dus u brengt uw kinderen in afgoderij op een bepaald moment. Maar nogmaals, als u eraan gedaan hebt wat u kon doen, dan komt Ezekiel 3, Ezekiel 33, Ezekiel 18 komt in wording dat wij niet verantwoordelijk zijn, de ouders zijn niet verantwoordelijk voor de ongerechtigheid van de kinderen. En ook de kinderen niet voor de ouders. Mits ze de ouders hebben gedaan wat ze konden natuurlijk met Gods kracht. Dus zij die ernaar streven de eisen van Gods heilige wet te beperken, doen een aanslag op de grondslag van het gezag in het gezin en in de maatschappij. Hier staat één op één, luister goed, begrijp goed. Als u geen ochtendwijding en avondwijding houdt, doet u een aanslag op uw eigen gezin, maar ook op de maatschappij. Godsdienstige ouders die nalaten te wandelen naar zijn geboden, Gods geboden, bevelen niet hun gezin om de weg des Heeren te volgen.
Dus als de ouders het niet doen, doen de jongeren het ook niet. Zo de ouderen, zoon piepen de jongeren. U kent dat spreekwoord. Gods wet wordt niet tot maatstaf in het leven gemaakt. Dus u zit in een afgodische dienst. Beseft u waar we het hier over hebben? Een Babylonische dienst. Wanneer de kinderen hun eigen gezin stichten, voelen ze zich niet verplicht hun kinderen die dingen te leren die ze zelf nooit hebben geleerd. Daarom zijn er zoveel gezinnen waar geen rekening wordt gehouden met God. Daarom neemt ontaarding hand over hand toe. En sommige kinderen, kan ik u vertellen, die gaan nog verder. Die hebben zoveel geleerd. En weet u wel wat ze dan doen? Alles wat ze hebben geleerd, dat willen ze niet meer leren aan de kinderen. Herkent u dat? U kent het heel goed. Dat is afzetten tegen het gezin. Afzetten tegen het ouderlijk huis. Afzetten tegen de ouders. En wat houdt dat in? Vijfde gebod overtreden. Ja, dat moeten ze straks allemaal nog voor God verantwoorden. Dus hier staan nog wat pijnlijke dingen in hoor. Onderschat dat niet. Heel erg belangrijk natuurlijk. Dat beseft u ook. Het is dus niet alleen maar in het gezin a love, love, love. Dat zeg ik altijd. Liefde, liefde, liefde. Ja, kom maar hoor. Het gaat goed hoor, schatje. Het is allemaal prachtig hoor. Het is... Ja, kom maar. Nou, geeft niet. Maakt niet uit. Het geeft wel wat. Uw kinderen moeten orde en regel hebben. Dan moeten wij ook van God orde en regel hebben. En nu, begrijpt u, ook Abraham had orde en regel binnen zijn gezin. Sterker nog, binnen meer dan 1000 mensen die hem hielpen in waarin schaapskuddes had hij, schaapsherders had hij. Er moest voor die 1000 mensen ook eten gemaakt worden, enzovoort, enzovoort. En hij was een afgezant van God. We gaan even een klein stukje nog verder. Dat we toch heel goed beseffen dat het avondoffering en morgenoffer zo belangrijk is. Weer Romeinen 1 vers 32, 30 weer. Pas wanneer de ouders zelf de wet van God volgen met een volkomen hart, dat moet erbij, zullen ze in staat zijn hun kinderen na hen te bevelen. In dit opzicht is een hervorming noodzakelijk, vooral in die eindtijdgeschiedenis. Een diepgaande reformatie, niet een reformatie zoals bij Luther is geweest, nee, nog veel dieper. U moet totaal alles afzweren. Zweren is een raar woord. Stoppen met zondigen. Uzelf beseffen, ouders, ben ik niet te slap geweest naar mijn kinderen toe? Heb ik ze niet continu de hand boven het hoofd gehouden? Of als iemand anders wat van de kinderen zei, dat ik kwaad werd, dat mij haat in mij opbracht. Waarom? Waarom? Misschien hebben die anderen u wel willen helpen. Dat kan toch zo niet? Dat u dat zelf niet zag. Ja, dan gaan mensen, ouders in het bijzonder, heel vreemd reageren. Het is een diepgaande reformatie bij u persoonlijk. Moeders en vaders en moeders nodig. Ouders moeten zich veranderen, daar staat het al. Ha, maar predikanten moeten zich veranderen, de leiders in de kerk, valse profeten. God moet in hun gezinnen gevonden worden, in het avondoffer en morgenoffer. Als ze een verandering willen zien optreden, moet zijn woord in hun gezinnen gevonden worden. En het moet er hun raadgever worden. Ze moeten, moet u eens opletten hoe vaak je moeten staat, moet u even meetellen. Ik kan het voor u uitleggen, het is 12 keer. Ze moeten hun kinderen onderwijzen dat het de stem van God is die ze horen. En dat deze stem, let eens op, onvoorwaardelijk gehoorzaamd moet worden. Alweer een moeten. Wij moeten niks. We hebben zo'n hekel om dingen te moeten. Ik ben vrij in de Heer. Ja, dat denkt u zeker. Maar ouders, zolang uw kinderen nog niet volwassen zijn, en als ze volwassen zijn, moet u nog steeds hun waarschuwen. Doe ik ook. Soms wel pijnlijk, willen ze vaak niet horen, maar ik doe het wel. Ze moeten volhardend hun kinderen onderrichten. Volhardend. Vriendelijk en onvermoeid duidelijk maken hoe ze moeten leven om God welgevallig te zijn. Kinderen uit zo'n gezin zijn in staat de drogredenen van het ongeloof tegemoet te treden. Ah, want ze zien waar de vervalsingen liggen. Ze hebben de Bijbel aanvaard als basis voor hun geloof. En ze bezitten een grondslag die door het
opkomend tij, getij van het ongeloof niet weggespoeld kan worden. Dus als u als de grondslag hebt en uw kinderen krijgen ook die grondslag, die beginselen waar we heel vaak over hebben gesproken, dan kunt u deze tijd die eraan komt, met alle twijfelen, alle toestanden die er zijn, die beginselen hebt u in uw hart, dan kunt u dat aan door uw beginselen weer op te halen. Van wacht eens even, maar wat gebeurt hier? Hier klopt totaal niets meer van. Dat hele rationele denken is uit deze wereld vandaan. Ze weten zelfs niet meer waar ze mee bezig zijn. Ja, dan gaan de dingen spelen. Bij uw kinderen wel te verstaan, maar die moeten al ver van tevoren bij de ouders aanwezig zijn. En dat heeft vooral te maken, hoe start u de dag en hoe eindigt u de dag? Dat is het. Neem dat maar vooral voor mij, hè, want dat werkt zo. Ik heb u het voorbeeld in ons gezin laten horen, en dat doen mijn vrouw en ik nu nog. We zijn nu alleen thuis natuurlijk, maar we houden strikt de ochtendwijding, avondwijding, met daarbij de bidstonden, elke dag, plus op woensdagavond aan. En dan zijn we rijkelijk doorgezegd. En daarom willen we nu ook zingen met z'n allen. Psalm 119, vers 11. Psalm 119, vers 11. Gij scheldt en straft, vervloekte hoogvaardij. Ook die kinderen die zeggen, ik heb mijn ouders niet meer nodig. Nu weet ik het wel. Gewend zo wijd van uw geboden te dwalen. Kijk, ze willen weg bij die geboden. Doch, let eens op, dat toch uw gunst mijn ziel van smaad bevrijdt. Pas dus op, lieve broeders en zusters. Zing dit ook als gebed, want het is heel belangrijk dat we gaan beseffen dat we die geboden onherroepelijk moeten naleven. Laten we samen zingen Psalm 119. Daar ik u, mijn dienst, naar uw getuigenis, wij, om nooit uw straf mij op de hals te halen. Beseft u dat? Beseft u wat hier gezegd wordt? Als wij die getuigenissen, geboden, maar aan de kant gooien, dan halen wij een straf van God op onze hals. Vindt u dat vreemd? Ik niet. Ik niet. Absoluut niet. Wij hebben een wat een langere schriftlezing. Meer een tussendienstje zou ik bijna zeggen. Want ik wil heel graag met u terug naar Exodus. Waarom? Daar vinden we de geboden in. Dat weten we. Maar daar vinden we ook een hele hoop van de heiligdomsdienst
heiligdomsleer in, om het zomaar uit te drukken. En die heiligdomsleer, die vertelt ons zoveel. We weten, Exodus 20 lezen we altijd, 21 hebben we ook al eens wat van behandeld. Maar ik wil nu graag met u, lees vooral voor uzelf vanaf Exodus 20, eens allemaal door wat daarna is gebeurd. En dan ga ik eerst even met u naar Exodus 26 toe. En dat meer ter kennisgeving, want dat hebben wij in G7 hebben wij dat behandeld. Dus vers 1, den tabernakel nu zult gij maken van 10 gordijnen van fijn getweend linnen en hemelsblauw en purper en scharlaken met cheruben. Van het allerkunstelijkste werk zult gij ze maken. In principe is ons lichaam een tempel van de Heilige Geest. Maar nog belangrijker is ons huis is ook een, als het ware een tempel voor God. Daar aanbidden wij. Dat doen wij morgen offers en avondoffers. Dus zie, wilt u daar meer over weten, ga dan naar G7 toe. Dat is als allereerste. En dan wil ik naar Exodus 27 voor u. Exodus 27. Dus dit wordt een lange schriftlezing. Dat heb ik al gezegd. Maar bij deze dan nogmaals. Of meer een stuk uitleg over. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. En ook dat wij heel nadrukkelijk moeten zien hoe belangrijk dat avond- en morgenoffer is. En daar spreken we nu direct over. Exodus 27, vers 20. Lees dat. Ik ga ervan uit dat u echt vanaf Exodus 20 alles leest. En dan komt dit beter over. Dat kan ik u op voorhand al vertellen. En ook weer E7 heb ik dat behandeld. Erediensten natuurlijk. Gij nu zult, daar staat er. Gij nu zult de kinderen Israëls gebieden. Gebieden. Dat zij tot u brengen reine olie. Van olijven, gestoot tot een luchter, dat men geduriglijk de lampen aansteekt. Geduriglijk. Wij moeten geduriglijk die lamp aansteken. Beseft u wat ik zeg, met andere woorden? Dat is ons morgen- en avondoffer. Denk aan Samuel. Die moest 's morgens de kandelaar aansteken. En u weet ook, 's avonds moest hij hem uitdoen. En toen kwam God ook tot hem en zei, Samuel, Samuel. En toen dacht ik, ja, Eli heeft mij geroepen. Nou, dat was de Heere God zelf. Dus dat moment moet u ook heel goed hierin meenemen. Voor onze eindtijd. Dus nogmaals weer, houd dat goed vast. Gij nu zult en kinderen Israëls, dus u en ik, als allerlaatste 144.000, gebieden. Dat zij tot u brengen reine olie. Heilige Geest, reinheid van lichaam en ziel. En ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Moeten wij zijn van olijven gestoot tot een luchten dat men geduriglijk de lampen aansteken. We gaan natuurlijk nu niet olijven stoten en dat soort dingen in die olie brengen, 's morgens vroeg. Dat is over. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. In de tent der samenkomst, van buiten den voorhang, die voor de getuigenis is, zal ze Aaron en zijn zonen toerichten van den avond tot den morgen. Daar zit die hele dag in besloten, dat is het verhaal. Van de zonsondergang, zonsopgang mag je ook zeggen, zonsopgang tot zonsondergang. En dan zijn wij geborgen in Christus. Voor het aangezicht des Heer. Dus dat is het morgenoffer. En avondoffer. Dit zal een eeuwige inzetting zijn. Dus dat gaat een eeuwigheid door. Dus dat. Wij zullen ook daar de Heer loven en prijzen. We gaan ook naar de boom des levens allemaal. Eén keer in de maand enzovoort. Voert nu te ver om allemaal door te spreken. Hebben we ook al besproken. Dus het zal een eeuwige inzetting zijn. Voor hun geslachten vanwege de kinderen Israëls. En dan mag u zelf dat allemaal verder lezen. Want daar komen de priesters, Aaron, Nadab en Abihu, Eleazar en Itamar. En u weet, er zijn Nadab en Abihu later ook gevallen daarin. En dan mag u dat voor de rest allemaal in E7
nog nazoeken. Want met die twee sardonikstenen en hoe dat allemaal precies zit, heb ik u uitgelegd. En u weet, ik herhaal liever niet. Maar ik wil nu naar iets belangrijks toe. Want in E8 ben ik er nog een keer op teruggekomen. Want in vers 36 van Exodus 28 staat: verder zult gij een plaat maken. Moet u eens opletten. Exodus 28, vers 36. Verder zult gij een plaat maken van louter goud. Goud is van puur goud, louter goud, zonder mengsels, inmengingen. En gij zult daarin graveren, gelijk men de zegelen graveert. Zegelen graveert. Begrijpt iets? De heiligheid des Heren. En gij zult dezelfde aanhechten met een hemelsblauw snoer. Alzo dat zij aan den hoed zij. Aan de voorste zijde des hoeds zal zij zijn. En zij zal op het voorhoofd van Aaron zijn. Luister goed. Opdat Aaron draagt de ongerechtigheid der heilige dingen, welke de kinderen Israël zullen geheiligd hebben. In alle gaven hun geheiligde dingen, en zij zal geduriglijk, dus continu, geduriglijk aan zijn voorhoofd zijn, om hen lieden voor het aangezicht des Heren aangenaam te maken. Wat is dit in principe? Dit is een stuk verzegeling, dat beseffen we, dat lezen we, puur goud. God zal ons mensen maken als het puur goud van Ophir. Dierbaarder dan het pure goud van Ophir, dat is duidelijk. Dat zijn die laatste groep, die 144.000. Die moeten als het ware ook de ongerechtigheid dragen van wat hier allemaal is gebeurd in deze wereldgeschiedenis. Dat was eerst één hoge priester, wel te verstaan, een letterlijke, een aardse hoge priester, hoe je het maar noemen wilt. Maar daar gebeurt iets. Daar zien we ook ergens Ezekiel 9 in terug. Die verzegeling van de 144.000. Ezekiel 9 vers 3 en 4. We zien ook aan het voorhoofd Openbaring 3 vers 12 weer terugkomen. Met die naam natuurlijk aan het voorhoofd. En als we dan nog even een klein stukje verder gaan. Vers 39. Gij zult ook een rok vol oogjes maken van fijn linnen. En gij zult ook den hoed van fijn linnen maken. Maar den gordel zult gij van geborduurd werk maken. Openbaring 15 vers 6 mag u daar eens bij lezen. Wat wil dit allemaal zeggen? Die priesters die moeten ingewijd worden. Welke priesters? U bent straks 144.000, en ik spreek veelvuldig over de 144.000, dat weet u. Die moeten straks zo gewogen worden en niet licht bevonden worden. En dat ze alles doen wat Jezus Christus zegt. Ook hun kinderen thuis hebben geboden wat ze moesten doen en opgevoed. En dan gaat God hun ook gebruiken. Ongeacht wat de kinderen later hebben gedaan natuurlijk. Kunnen ze nog voor waarschuwen, maar dat houdt op. Ik bedoel, ik kan u heel veel vertellen, maar op een bepaald moment ben ik niet meer verantwoordelijk voor mijn kinderen. Heb ik zoals al gezegd. Ezekiel 3, Ezekiel 33, Ezekiel 18. En ik kan u vertellen dat ik ze nog waarschuw hoor. Ik zie sommigen en jongens, dat gaat niet goed. En dan zeg ik ze het. Ja, dan wordt het stil. Nou ja, dan wordt het stil. Dan mogen ze ermee doen wat ze willen. Maar ik heb mijn plicht gedaan. Met liefde. Maar dan ben ik ook vrijgewaard voor God. Dat moet u voor uzelf ook goed voor vasthouden. Maar als de kinderen nog jong zijn, ja, dan moeten ze gebieden. En anders dan gaan ze maar in de hoek staan. Zo moet dat op een bepaald moment. Of zet ze maar een uur op een trap. Dat deden wij ook. En nu maar zitten blijven. Of op een stoel zitten blijven. Je bord leeg eten. Nou, wil je niet? Nou, blijf maar lekker zitten. Ik weet het nog heel goed van mijn vader en moeder, hoor. Wil je bord niet leeg eten? Dat is premium. Dan eet je bord niet leeg, maar je krijgt ook geen toetje. Als je bord niet leeg hebt gegeten, krijg je ook geen toetje. Nou, dan zat ze allemaal lekker toetje te eten. En ik denk, jongen. Nou, dan begon ik toch maar te eten, want ik had toch wel zin aan dat toetje. Snap je? Nou, ik heb het wel aangeleerd, hoor.
om te doen wat mijn ouders zijn, en ten tweede ook mijn bord leeg te eten. En ook schoon achter te laten. Allemaal van die, zijn van die kleinigheidjes. Maar het werkt. Het werkt. Het zijn de beginselen die goed lagen. Aan God de lof en eer die mijn ouders dat ook in hun hart hebben gelegd. Dus dat is belangrijk. Dus lees dat allemaal door. In E8 heb ik dat ook allemaal behandeld. En dan gaan we naar die inwijding van die priesters. Want daar wil ik naartoe. Inwijding van de kinderen als het ware. In het gezin moet je ook inwijden in de wetten van God. In het woord van God. In dat bent u ouders, met in het bijzonder de vader, is een priester in het gezin. Als je dat nalaat, ja, heeft hij een probleem. In het gezin natuurlijk, dat hebben we nu allemaal al gelezen volgens mij. In de maatschappij zelfs. Maar ook bij God. Dat moet je ook even meenemen. Dus nu gaan we naar Exodus 29. Dit nu is de zaak die gij hun doen zult. Wie? De priester. Ah, dat priesterambt moet ingewijd worden. En God kijkt dus naar u ouders, hoe u uw kinderen hebt opgevoed. Mag ik het zo even uitdrukken? Mag ik daar Abraham als voorbeeld bij nemen? Zoals het toen was, zo gebeurt het. En moet het weer in deze eindtijd, want daar hebben we het over. Vers 1 van Exodus 29. Dit nu is de zaak die gij hun doen zult om hen te heiligen. De priesters, de 144.000, worden geheiligd. Dat zij mij het priesterambt bedienen. Neem een var, een jong eens runs en twee volkomen rammen. Offeren doen we niet meer. Dat moest toen wel gebeuren. Een ongezuurd brood, dat is dus ook heel belangrijk, ongezuurde broden, en ongezuurde koeken, dat is het tweede, met olie gemengd. Die olie die moest daar doorheen. En ongezuurd, zuurdezen is zonde, dat weet u, dus er mocht geen zonde in zitten. En ongezuurde vladen met olie bestreden. Van tarweblom zult gij dezelfde maken, en gij zult ze in een korf leggen, en zult ze in de korf toebrengen met den vaar en den twee rammen. Prima. Dat is dus allemaal wat er in die voorafschaduwing van de priesterinwijding, wat het zo maar noemen, moest gebeuren. En dat vinden we in ons leven ook terug. Wij moeten volledig God zijn toegewijd. En dan vers 7, heb ik ook in de E8 behandeld. En gij van hoofdstuk 29. En gij zult de zalfolie nemen en op zijn hoofd gieten. Alzo zult gij hem salven. In actieve dienst, zet ik erachteraan. In actieve dienst. Dus God gaat u, met een bijzonder natuurlijk, met die spaarregen overgieten. Mag ik het zo noemen? Wij hoeven niet deze gebruiken te doen, dat hoeft niet. God stelt u en mij in actieve dienst. Dat doe ik niet. Dat doe ik ook niet bij een ander. Dus we moeten wel gedoopt zijn, dat is duidelijk natuurlijk, voordat dit allemaal plaats kan vinden. Dus als u dat nog allemaal doorleest, en ook in vers 24, en leg ze allen op de handen van Aaron en op de handen zijn zonen en beweeg ze ten beweegoffer. Dan gaan we natuurlijk naar Leviticus 23, 17 enzovoort. Nou, voor het aangezegde zeer staat er nog achter. Nou, die Leviticus 23 hebben we veelvuldig behandeld. In G4, E15 hebben we dat behandeld. En ook in de profetenschool D22. Daar kunt u dan ook maar naartoe gaan. Wat wil ik hier u mee vertellen? Wat is het allerbelangrijkste hierin? Dat uw broeders en zusters in actieve dienst wordt gesteld. En dat er wordt gekeken hoe u van tevoren bent geweest. Mag ik het zo even uitdrukken? Lijkt me ook heel logisch toe. Heel logisch. Als iemand komt solliciteren, dan willen we de ervaring van de mensen weten. Willen we weten wat voor diploma's ze hebben gehaald, wat voor scholing ze hebben gedaan. Nou, als u bij de politie wilt werken, dan komen de mensen van de politieacademie zelf bij uw ouders thuis, zover gaat dat, om te willen weten wat voor ouders waren zij. Of wat voor ouders hebben deze kinderen. Dat is het.
Dus God gaat daar ook zo mee om. Die wil van tevoren zien wie u bent geweest. Voordat u in actieve dienst wordt gesteld. Nu worden de zaken anders. Nu krijgt u een totaal ander licht op een zaak. Dan gaat u kijken, ja, de Heer Jezus was bij Abraham persoonlijk. De Heer Jezus, die beviel hem om zijn gezin geordend op te voeden. En u beseft, wij gaan straks verder, in zijn geloof wordt ook nog beproefd. Nou, daar zijn we nog niet, maar dat wordt bij u ook nog gedaan. Dus weet, u kunt wel zeggen, ja, ik wil ook bij de 144.000. Dan zeg ik altijd, ik heb zoveel mensen dat horen zeggen. Ja, ik. Nou, u hoort hoe vaak dat woordje al heb gezegd. Ik ook. Dat gaat niet op. Dat gaat niet op. God kijkt volledig naar wie u bent. Nou, ik kan u vertellen, de beproevingen komen er ook achteraan. En dan beseft u ook hoe mooi dat hele Exodus in elkaar zit. Als u dat allemaal leest. God wil geen vreemd reukwerk, vreemd vuur natuurlijk. Leviticus 10 vers 1 ook hebben. En het gouden kalf komt eraan, verzoekingen kwamen eraan. Gaat u daarin mee, ja of de nee? Nou, er stond één partij, stond gelukkig daar nog ver van. Dan ziet u dat allemaal, dat daar ook bij Mozes dat is gebeurd, maar daarvoor ook bij Abraham is gebeurd. Tot zover deze uitgebreide midden-tussendienst, om het zo maar uit te drukken, dat u dat heel goed nu gaat beseffen. Want dan kunnen we pas verder. Eerder kunnen we in wezen niet verder. En dan gaan we dan straks met het laatste gedeelte van de eredienst verder. En dan gaan we eerst die geweldige mooie psalm nog zingen. Die prachtige mooie melodie. Dat is psalm 108 en daarvan vers 2. Psalm 108 en daarvan het tweede vers. Ik zal, o Heer, uw wonder daan. Hoe u hebt gewerkt bij Abraham. Hoe u hebt gewerkt bij Mozes. Uw wonden dan, uw roem, den volken doen verstaan. Dat mogen wij, indien wij goed voorbereid zijn. Want uw goede tierenheid, het is Gods genade, Gods goede tierenheid, Gods liefde naar ons enzovoort, is tot hemelen uitgebreid. Straks over deze hele wereld uitgebreid. Laten we samen zingen Psalm 108, vers 's kringen en leer aldaar uw grootheid zingen. Dat zal straks gebeuren in die eindtijdgeschiedenis.
Deze nieuwe wereldorde denkt dat ze alles onder controle hebben, maar dat gaat niet lukken. Dat beseft u natuurlijk zelf ook wel. Laten we samen eerst de Heere zoeken in gebed. Wilt u de Heere met mij zoeken in gebed? Lieve Vader in de hemel, lieve Heere Jezus, wat is toch geweldig als we mogen zien hoe u Abraham hebt geleid, ook beproefd, maar ook hebt geleid in alle zachtmoedigheid en genade en liefde. Uw volk hebt geleid bij Mozes in de woestijn. Wat murmureerden ze? Wat stonden ze tegen u op, lieve Heer Jezus? U was persoonlijk bij hun aanwezig in de wolkolom, in de vuurkolom des nachts. Dat wij niet zo worden en willen zijn, lieve Heer, maar wij zijn van die zwakke mensen. Kom ons ongeloof te hulp. Help ons alstublieft mee en in ieder van ons. Dat we staan en kunnen en mogen blijven om dat werk voor u te kunnen en te mogen doen. Maar er is eerst nog een hele voorgeschiedenis voor nodig bij ons mensen. Omdat wij ongelovige mensen zijn. Geen volste vertrouwen hebben in u. En toch is dat onherroepelijk nodig. Willen wij en mogen wij die luide roep brengen. Over deze hele wereld heen. Dat gaat er straks gebeuren. Dat kan niemand tegenhouden. Heren, wilt u ons voorbereiden daarvoor? En daar zijn deze diensten ook voor. Juist ook in de Romeinenbrief vinden we daar veel van terug. Hoe mooi u aan Paulus die waarheid, ook die geestelijke waarheid, dat we in de geest moeten zijn, helemaal toegewijd moeten zijn aan u. Dat we dat zijn en kunnen worden door uw Heilige Geest. Wees daarom met uw Heilige Geest over ons. Kom met uw Heilige Dat we het mogen verstaan en mogen begrijpen en uit mogen leven. Om Christus Jezus wil bidden we dat van uw Vader in hemel. Amen. Ik wil u nog een heel klein stukje lezen als opstap. En dan gaan we de volgende keer het laatste gedeelte gaan we in met z'n allen. We hebben nu veel gesproken al over dat moeten. Hoe belangrijk is dat? Dat we wel iets moeten. Kunnen we niet allemaal maar doen en laten wat we willen. En die gezinnen die dat niet doen, die worden ook gepasseerd. Dus bij deze. Er zijn te veel gezinnen, dat zijn gestopt op bladzijde 111. Eerste alinea van boven. Er zijn te veel, er staat niet weinig, te veel gezinnen. Waar het gebed wordt verwaarloosd. De ouders menen dat ze geen tijd hebben. Mijn vader moet vroeg naar het werk, mijn moeder heeft het druk, ik moet naar school enzovoort. U kunt van alles bedenken. Maar God kent uw hart, dat moet u goed onthouden. Die ziet dat ook en die ziet dat ook aan en die maakt daar ook een beslissing op. Vindt u dat vreemd? Ik niet. De ouders menen staat daar, dat ze geen tijd hebben voor morgen en avond. Eredienst. Ze kunnen niet de weinige ogenblikken missen om God te danken voor zijn vele weldaden. Voor de zonneschijn en de regen, waardoor de planten groeien. En voor de bescherming van heilige engelen, hoort u dat goed? Voor bescherming van heilige engelen. Ze hebben geen tijd om te bidden voor Gods hulp en leiding. Die mist u dus dan. Om de aanwezigheid van Jezus in het gezin. Zelfs de aanwezigheid van Jezus in het gezin. Ze gaan aan het werk zoals de os of het paard. Zonder te denken aan de God des hemels. Sommigen met een stuk brood in hun mond. Niet te bevatten. Onfatsoenlijk ook nog, immoreel tot en met. Hun ziel is zo kostbaar dat de Zoon van God liever dan hen hopeloos ten onder te laten gaan, zijn leven gaf als losprijs voor hen. En ze beseffen het niet. Maar ze hebben weinig meer waardering voor zijn goedheid dan de beesten die vergaan. Nou, ik durf even niet meer verder te lezen, want het is verschrikkelijk.
Verschrikkelijk. Als mensen op deze manier leven en werken en doen wat God niet wil dat ze doen. Dat is het. Wij gaan even naar Bijbelcommentaren toe. Ik heb straks nog iets belangrijks voor u te melden, maar ik wil eerst even naar Bijbelcommentaren toe. En wel in de Romeinenbrief zelf. We hebben in de Romeinenbrief ook al gezegd met z'n allen dat we niet alles meer gaan behandelen. En vooral ook in Q7 hebben we de Romeinenbrief behandeld. En mijn vraag is daarom ook, lieve broeders en zusters, zie vooral die hele gelaten brief nog een keer door. Want dat doet u echt heel, heel goed aan. Omdat we dan gaan beseffen wie we kunnen en moeten zijn. Dus zie heel Q7 door. Want ik wil graag met u naar Bijbelcommentaren waar dit hele gedeelte dus wordt uitgelegd. In Romeinen 8 van Bijbelcommentaren in dit geval. Omdat we dat dus ook niet behandeld hebben. En dat is bladzijde 472 in het midden. 472 in het midden. En vooruitgaande dat ik Q7 helemaal heb bestudeerd. En anders 2 keer of 3 keer is helemaal niet erg. Maar dit is zo'n ontzettend belangrijk hoofdstuk. Want een beker der zegeningen. Wij kunnen straks die beker drinken. Wij kunnen straks ingezegend worden. Beseft u dat? Actieve dienst. O, hoe kostbaar zijn deze woorden voor iedere verlaten ziel. Christus is onze gids en trooster. Die ons vertroost in al onze druk. Nu zult u misschien denken, ja, dat zijn die mensen die God niet kennen. Nou, ik moet u weer spijtig teleurstellen in die eindtijdgeschiedenis. Die mensen die God niet kennen, die kunnen de spaderegen niet meer krijgen. Moet u goed onthouden. Dan is de genadedeur voor hun dicht bij de zondagswet. Met name ook voor de heidenen. Ook voor de 7e advertist. Dat weten we. Vooral om bij de 144.000 te komen, zeg ik in het bijzonder. Daar spreek ik ook heel vaak over. Maar ook voor de heidenen. Want die hebben die vroege regen niet gehad. Dus die de vroege regen niet hebben gehad, kunnen de spaderegen niet meer ontvangen. Ze zijn hopeloos verloren, hopeloos verloren. Dus vandaar dat ik zeg, let nu op. Wij denken natuurlijk, och, dat zijn diegenen die ongelovig zijn. Nee, dat bent u, kunt u en dat kan ik zijn. Omdat we niet goed beseft hebben wat voor rijke zegeningen wij hier hadden kunnen krijgen van God die we niet in ons opgedronken hebben, laat het zo stellen. Die vertrooster, die gids hebben we niet waargenomen in ons leven. En niet benut. Als hij, onze God, ons een bittere drank laat drinken, houdt hij tevens een beker van zegeningen aan onze lippen. Hij vult het hart met onderwerping, met blijdschap en vrede. Weer 3 punten. In het geloof, gerechtigheid door geloof, en stelt ons in staat om onderworpen te zeggen, niet mijn wil, lieve Heer Jezus, lieve Vader in de hemel, maar uw wil geschieden, geliefde Heer Jezus Christus, geliefde Vader in de hemel. Ik kan u vertellen, als ik naar mezelf kijk, hoe de Heer Jezus mij dat ook heeft geleerd, dat wil Hij u ook leren. In alles, dat heb ik zo vaak tegen u gezegd, in alles raadpleeg ik mijn geliefde Vader in de hemel en mijn geliefde Heer Jezus. En ik wil zo graag met Gods genade, want zelf kan ik dat niet, echt niet, de luide roep brengen. Dan verlang ik naar Gods oprechte kinderen in al die kerken te roepen, die nu volledig bedrogen zijn. De een erger dan de ander die nog erger is. Ze zijn allemaal bedrogen. Ook in Adventkerk al. Ze zien het nieuwe licht niet meer. Of ze willen het niet meer zien. U mag het allemaal gaan invullen. Dus vandaar. Die zegeningen wil God u en mij aan onze lippen brengen. Willen wij dat dan wel?
willen wij wel in ons hart zeggen. Uw wil geschieden, lieve Heer Jezus. Dat was bij de Heer Jezus toch ook zo. Vader in hemel, uw wil geschieden toen hij hier op deze aarde was. Niet gehoorzaam, maar overtreders in slavernij. Nou, daar komt er nu iets heel anders uit. Let eens op. Paulus beschrijft in zijn brief aan Timotheus, die haalt hem er even bij, die mensen die in slavernij leven. Zij zijn overtreders, waarvan? Van de wet. Van het beginsel. Ook in het gezin dat we zo pas hebben besproken. Hij noemt hen wetteloos, ongehoorzaam, zondaars, onheilig, profaan, moordenaars zelfs, overspelers, leugenaars en allen die afwijken van de gezonde leer. Van het nieuwe licht wat wij nu op Gods woord mogen zien schijnen. Gods wet is de spiegel om aan de mens de gebreken in zijn karakter te tonen. Daar hangt die wet van God. Die moet in ons hart komen. Er moet alle verkeerdheid moet gebannen zijn uit uw hart vandaan. Alle ongerechtigheid. Maar het is niet prettig voor hen. Het is niet prettig voor u om te horen als ik zeg van, ik noem wat, de kinderen doen dit of de kinderen doen dat of de ouders doen dit of de ouders doen dat. U moet uw verstand gebruiken en dat niet toelaten bij uw kinderen. U moet ze anders gaan opvoeden. Ja, wat bemoeit iemand zich mee? Nee, ik bemoei me nergens mee. U bent zelf eigen baas. U moet niks. Als u niet Gods wet wilt volgen, dan moet u niets. Dan gaat u uw eigen gaan. Maar wilt u de wet van God volgen, dan moet u de beginselen in uw hart leggen en ook uitdragen. Dan moet u wel iets. Dan is maar de vraag wat u daarmee doet en wat u wilt. En dan blijft de vrije keuze hoor. Allen die afwijken van een gezonde leer, die gaan het nieuwe licht niet zien, die willen ook niet luisteren, die zeggen ook, ja, nou, dit gaat me, het is te zwaar hoor, dan hoort hij mij altijd zeggen. Gods wet is de spiegel om aan de mens de gebreken in zijn karakter te tonen. Maar het is niet prettig voor hen, zoals ik zo pas al zei, die behagen hebben in de ongerechtigheid, om hun morele naaktheid, zo noemt de Heer dat aan de profetes, te zien. Zij stellen deze trouwe spiegel niet op prijs. Geen moraal meer in hun leven. Omdat die hun zonden openbaart. Daarom, in plaats van strijd te voeren tegen hun vleeselijk denken, de gevallen natuur, voeren zij strijd tegen de waarachtige en trouwe spiegel. Krijgt de wet de schuld. De wet is aan het kruis genaald. De wet doet niet meer ter zake. Dat is wettisch. Hoort het u zelf nog misschien van vroeger zeggen? Of hoort u het op straat mensen zeggen? Moet je gewoon medelijden mee hebben. Echt medelijden. De trouwe spiegel hun door Jehova gegeven met juiste bedoeling dat zij niet verleid zouden worden. Maar dat de gebreken in hun karakter aan hen zouden geopenbaard worden. Door Gods geboden. Hoort u dat? Als u die wet verwerpt en u zegt, daar heb ik niets meer mee. Dan heb je ook niets meer met God. Dan heb je ook niets meer te zoeken in de eeuwigheid. Beseft u dat? Dat klinkt heel raar misschien voor mij, dat ik dat zo durf te zeggen. Maar ons beginsel moet goed zijn. En dan wil ik heel graag, ik zal maar even een klein stukje lezen. Zou de ontdekking van deze gebreken hen ertoe moeten brengen de spiegel te haten of zichzelf te haten? Dat was de bedoeling daarvan. Zou de ontdekking van deze gebreken, die je kunt zien door de geboden van God, die spiegel, hen ertoe moeten brengen de spiegel te haten of zichzelf te haten? Wat doet u? Zouden zij de spiegel moeten wegdoen die deze gebreken openbaart? Wat ze dus allemaal doen, bijna. Nee, de zonden die zij koesteren, die vervolgens de trouwe spiegel in hun karakter aanwezig zijn, sluiten voor hen de poorten des hemels. Tenzij die zonden worden weggedaan en zij voor God volmaakt worden. Daar hebben we Salomo. En dan wil ik nog even terug naar patriarchen en profeten, omdat er iets heel belangrijks in staat.
En dat is bladzijde 203. Ga ik even naar Mozes toe. Bladzijde 203. Want Mozes had ook ouders gehad. Daar wil ik even naartoe, dat weet u. Hij werd de eerste 12 jaar door zijn eigen moeder opgevoed. Dat was natuurlijk geweldig. Geweldig. En dan gaan we even naar bladzijde 202, hoort erbij. De oudsten van Israël, onderin, helemaal onderin. En het gaat me vooral om Mozes hoor, let op hoe die vrij werd gemaakt door zijn ouders en dat dat bleef in zijn hart zitten. Dat bestendigde God in zijn hart. De oudsten van Israël, onderin, van bladzijde 202, kregen door middel van engelen te horen dat de tijd voor hun bevrijding naderde en dat Mozes de man was die door God voor dit doel gebruikt zou worden. Oei, de oudsten van Israël wisten dat dus. Neemt u even mee in de gedachten voor onze eindtijd. Ook de engelen onderrichtten Mozes dat Jehovah hem uitverkoren had om de banden van zijn volk te verbreken. Uit Egypte komen, uit het diensthuis komen, uit de nieuwe wereld te komen. Daar hij veronderstelde dat ze door middel van wapengeweld, hij, Mozes dus, door middel van wapengeweld hun vrijheid zouden verkrijgen en dat hij het Hebreeuwse leger zou moeten aanvoeren tegen de legers van Egypte, dat dacht Mozes dus eerst. Niet door vuur, niet door geweld, nee, door mijn geest. Hadden wij het hier niet over, Gods geest in Romeinen. Lieve broeders en zusters, gaat er u iets dagen? Gaat u iets dagen van de beginselen? Hier staan de beginselen in. Hoe God handelt. Geweldig. Zal Normans leest. Hoe denkt u? Daar wij veronderstellen, zal ik het eens in onze vertaling lezen? Daar wij, was Mozes, wij veronderstelden dat ze door middel van wapengeweld hun vrijheid zouden verkrijgen en dat wij het volk van God, het Hebreeuwse leger, zouden aanvoeren tegen de legers van Egypte, tegen de nieuwe wereldorde. Nou, dat gaat dus niet lukken. Dat gaat dus niet gebeuren. Dat is niet Gods verlossingsplan. Zorgde hij, Mozes, weer even terug naar Mozes, zorgde hij met dit doel voor ogen dat hij zijn gevoelens de baas bleef. Voor een bepaalde tijd, dat weten wij. Uit vrees dat hij door zijn genegenheid voor zijn stiefmoeder of voor Farao niet vrij zou zijn de wil van God te volbrengen. God wil u en mij voorbereiden, maar op zijn manier. En dat is in de geest. En wat is dan de geest? Dat staat al binnen uw gezin. In avond- en morgenoffer. In morgenwijding, in avondwijding. Nu komen we dichterbij. Nu komen we dichterbij. En dat nemen die kinderen ook mee, als het goed is. Sommigen wijken af. Ja, dat is hun keus. Het gebeurt binnen het volk Israël ook. Hoe zijn de Israëlieten afgeweken in Egypte? Als voorbeelden genoeg. En dan gaan we verder. Volgens de wetten van Egypte, volgens de wetten van de nieuwe wereldorde, nu moet u oppassen en echt opletten. En dit één op één, wat er bij Mozes is gebeurd, Egypte is gebeurd, in het diensthuis is gebeurd, waar wij altijd continu in de wet over lezen, voor het eerste gebod, gaat weer gebeuren. Volgens de wetten van de nieuwe wereldorde moesten allen die de troon van Farao bestegen, lid van de priesterkaste zijn. Je moet een predikant zijn in de evangelische gemeente. Je moet een predikant zijn in de Adventkerk, want anders dan. Je moet een dominee zijn natuurlijk in de protestantse kerk. Je moet natuurlijk wel een priester zijn binnen het volk van de Joden. En een valse profeet in de Pinksterbewegingen. Nou, je mag nu alles van invullen. Lid van de priesterkaste zijn. Mozes moest als de te verwachten erfgenaam ingewijd worden in de mysteriën. U beseft toch wat voor mysteriën? Spiritistische mysteriën? Een wanhoopsverbond? Nieuwe wereldorde? Van de nationale godsdienst.
Die hebben we straks hier op deze aardbol. Nationale godsdienst. Deze taak moesten de priesters verrichten. Valse profeten, dominees, kom maar bij ons. Wij hebben de waarheid. En dan wijden we jullie wel in de erfzonde. In de vervalste duizendjarige vrederijk. Wij wijden jullie allemaal wel in. Zo is de situatie nu hoor. U mag nog veel meer invullen. Maria aanbidding en vult u alles maar in. In de mysterie van de nationale godsdienst van de nieuwe wereldorde. Met de zondagswet erbij. Deze taak moesten priesters verrichten. Al die volken, inclusief de valse profeten. Maar hoewel hij een ijverig en onvermoeid leerling was, kon men hem er niet toe brengen deel te nemen aan de aanbidding van de afgoden. Ik kan u vertellen dat ik dingen totaal niet wist. Sommigen weten dat van mij. Maar dat ik soms ingeleid werd, heel voorzichtig, sluipend door Satan ingeleid werd in katholieke kerken of evangelische kerken. En dat God mij er gewoon van weerhield. Heb ik u al iets over verteld, dat weet u. Dat ik niet die kerk in mocht stappen. En dat ik het niet meer in durfde te stappen. Terwijl ik de diepgang van Gods woord nog totaal niet begreep. Maar mijn vader had mij daar wel meegegeven. En die wist natuurlijk totaal niets van het advertisme af. Van het verlossingsplan af. Beseft u wat ouders kunnen doen voor u? Nou, God alle lof en eer dat mijn geliefde Heer Jezus dat aan mijn vader heeft doorgegeven. En ik ben zelf wel eens, ik was organist, en nu nog, dat beseft u. Maar als ik organist in, mocht ik op een bepaald moment absoluut niet een dienst bespelen. Dat was een heidense, afgodische dienst geworden. Ik begreep het allemaal niet hoor, waarom. En ernstige dingen waren er toen gebeurd. Maar God heeft me gewoon weerhouden daarvan. Dat staat hier in principe. Ik probeer alleen maar te zeggen, ik zie het in mijn leven. Ziet u het ook? Of bent u verduisterd geweest? Hopelijk niet tot deze dag aan toe. Kon men hem er niet toe brengen, ook onbewust zelf niet bij mij, omdat mijn vader iets in mijn hoofd had gezegd. Kon men hem niet ertoe brengen deel te nemen aan de aanbidding van de afgoderij van de goden. Ah, dus hij ging dus niet mee in die priesterkasten, Mozes. Men dreigde hem. Zonder zijn wet komt er aan. U wordt gedreigd. U moet gevaccineerd worden. U wordt gedreigd. U moet de zonde houden. U wordt gedreigd. U moet. Dat is niet het moeten wat we hier hebben besproken. Zo pas. Dat is niet het moeten van God. Nee. U moet wat van de wereldoude leiders. Van de afgodendienaars. Daar moet u iets mee. Men dreigde hem met het verlies van de kroon. En waarschuwde hem dat hij door de prinses verworpen zou worden als hij zou vasthouden aan het Hebreeuwse geloof. Jongen, jongen, jongen. Maar hij bleef onwankelbaar. Blijkt u dat ook? In zijn voornemen om alleen eer te bewijzen aan de ene God die de hemel en de aarde geschapen had. Het vierde gebod. De drie engelenboodschappen. In de eerste engelenboodschap. Vindt u dat naam, titel, rijksgebied? Die moeten wij brengen, de drie engelenboodschappen, over de hele wereld heen. Gisteravond heb ik er nog voor gebeden, bij de afsluiting, persoonlijke avond, dagafsluiting voor mezelf. Die wij ook samen hebben, mijn vrouw en ik. Maar persoonlijk sluit ik de dag ook af, voordat ik echt slapen ga, om het zo maar uit te drukken. Hij discussieerde met de priesters en aanbidders en toonde hun de dwaasheid van hun bijgelovige vieringen van levenloze voorwerpen. Allemaal beelden, Maria aanbidding. Nou, ze hebben nu ook niet levenloze voorwerpen, ja, hebben ze wel. Ook allemaal beeldjes hier en daar staan, maar ook. Wij hebben toch een offerdienst? Wij hebben toch feesten? Wij gaan feesten doen. Het zijn allemaal levenloze voorwerpen. Ja, eten en drinken. Niemand kon zijn argumenten weerleggen of hem van mening doen veranderen. Dat was er goed ingelegd door de ouders en door Jezus Christus persoonlijk. Toch werd zijn vastbeslotenheid
gedoogd moeten staan. Staat gedoogd, moet gedoogd zijn. Op grond van zijn hoge positie en de gunst die hij genoot. Zowel van de koning als van het volk. Dus ergens begrepen ze wel, ja, dit is toch een persoonlijkheid. Ja, wat moeten we dan mee? Ze wilden natuurlijk totaal in die verschrikkelijke priesterkasten inleiden. En dat lukte maar niet. Dat hebben ze bij mij ook geprobeerd. Ook in de gereformeerde kerk. Ook in de adventkerk. Dat ik maar meeging. Ja, dan helpen we je ook. Nou, ik kan u zoveel dingen vertellen over vleierijen er op mij af zijn gekomen. Aan mijn geliefde Heer Jezus, Allah, meneer. Hij heeft mij alles geopenbaard, lieve broeders en zusters. En hoe komt dat? Avondwijding, ochtendwijding, eigenwijdingen, vragen, die dingen, die persoonlijke vragen die mij bezighouden, die heb ik altijd 's morgens vroeg alleen. En dan 's avonds, voordat ik naar bed ga, nog weer alleen met God. Heeft mijn vrouw ook. En dan hebben we gezamenlijk ochtendwijding en avondwijding. Ziet u nou? Zo nauw moeten wij verbonden zijn met God, anders weet ik ook niet wat ik hier zelfs moet zeggen tijdens de eredienst. Beseft u dat? Hoe zal ik dan ooit Gods oprechte kinderen, om het even in deze bewoording te laten, uit die priesterkasten leiden? Hoe zal dat ooit kunnen? Dat kan nooit. Dat zal me nooit lukken. Dat lukt me sowieso al zelf niet. Maar beseft u waar we hiermee bezig zijn? We gaan Abraham lezen, we gaan Mozes lezen. Dat is allemaal hetzelfde. Het is allemaal eindtijdgeschiedenis. Wat zijn we toch gevaarlijk als we nieuw licht gaan wijzen. Nu gaat er iets bij u spelen. Iets bij u dagen, zeggen wij dan wel eens. Gaat het licht bij u op? Dat de dageraad bij u op? En wat is dat? Dat u nieuw licht moet hebben om de luidroep te kunnen en te mogen brengen. En om bij de 144.000 te horen. Dat is niet van, daar wil ik ook wel bij zijn. Ik wil dat ook. Maar dat gaat dus mooi niet op. Niet op. Dus daar komt een selectie op het eind in deze wereldgeschiedenis. Daar schrikt u van. En als uw vrouw of kinderen of wie dan ook maar boven God stelt, past u niet om een luid roep te brengen. Overduidelijk. Door het geloof heeft Mozes, we gaan verder, volwassen geworden. Wij worden ook volwassen in het geloof. Door gerechtigheid, door geloof. Geweigerd door te gaan voor een zoon van Farao's dochter. Om in die verschrikkelijke Babylonische aanbidding te blijven. Maar hij heeft liever met het volk Gods kwaad verdragen. Dat is ook bij Paulus ook zo. Het is heel heftig wat daar allemaal zich afspeelt in een mensenverstand. Hoe hij veranderd wordt door Gods kracht. Laten we dat ook goed vooropstellen. Hoe wij anders gaan denken. Hoeveel liefde wij naar onze broeders en zusters gaan tonen. Dat is geen achterklap of geen dit of geen dat. Dus die intense liefde naar Gods oprechte kinderen toe. Dat willen we. Die willen we roepen. Koste wat kost. Koste wat kost. Of moeten we dat bekopen met ons eigen leven? Dat maakt niet uit. God weet wat het beste voor ons is. Zo staat het ervoor. Maar, ik zal het nogmaals lezen. Maar hij heeft liever met het volk Gods kwaad verdragen. Dan tijdelijk van de zonde te genieten. Zo zit hier ook. En hij heeft de smaad van Christus grotere rijkdom geacht dan de schatten van Egypte. Deze wereld. Want hij hield de blik gericht op de vergelding. Op de verzegeling nu. Op dat wij straks in alle heerlijkheid bij Jezus Christus mogen leven. Mozes was geschikt om een ereplaats in te nemen. U moet geschikt gemaakt worden om een ereplaats in te mogen nemen. In de tempel, lees goed, Openbaring 7 vers 15. Onder de groten der aarde. Om te blinken aan het hof van het heerlijkste koninkrijk en daar de scepter te zwaaien. Hoort u dat? Zijn intellectuele grootheid onderscheidt hem ver boven de grote mannen der tijden. Ook nu. Als geschiedschrijver, dichter, filosoof en dan een juiste filosoof. Legeraanvoerder en wetgever heeft hij zijns gelijke niet gehad.
Toch had hij met de wereld voor zich de morele kracht om de vleiende vooruitzichten van rijkdom, grootheid, roem af te slaan. Drie punten af te slaan. Rijkdom, grootheid en roem. Daar hij liever met het volk Gods kwaad wilde verdragen dan tijdelijk van de zonde te genieten. Wat wilt u, lieve broeders en zusters? Wilt u ook zo'n geest, waar we hier over spreken in een heel Romeinen 8, wilt u zo'n geest openbaren? Van Abraham, waar de beproevingen nog komen. Van Mozes, waar ook nog de beproevingen kwamen, dat weet u. Hij mocht het beloofde land om één heel klein puntje niet in. Die beproevingen krijgen we allemaal nog. Kunt u dat wel aan? Wilt u dat wel aan? Wilt u God echt boven alles zetten? Ook boven uzelf? En ik ook. Anders gaan we het buiten ook niet brengen. Of bent u bang om naar andere landen toe te gaan? Om daar gekruisigd te worden, zoals Christus? Of vermoord te worden op wat voor manier. Of in gevangenschap te komen. Bent u dan bang voor uw eigen leven ineens? Want dat is het. Anders kunt u niet bang zijn meer. Want Christus is bij u, dat weet u. Maar de angst komt zo snel op. We hebben veelvuldig besproken. Ook bij u in die eindtijd. Ook bij mij. En dan moeten we bidden. Bidden, smeken. Heer, Heer, help mij. Geef me die Heilige Geest van u. Waar we hier over spreken, waar Paulus over spreekt. Wat u aan Paulus hebt aangegeven. Dat die Heilige Geest zo diep in ons hart mag leven. Dat we onberispelijk mogen staan. En onwankelbaar. En niet van de beginselen van het voetstuk afgetrokken kunnen worden. Van uw wet en van uw nieuw licht en waarheid. Dat waar het om. Dat is wat wij hier leren in Romeinen 8. Beseft u dat? Waar we volgende eredienst nog verder mee gaan. Neem die kans waar. Want God wil u helpen, lieve broeders en zusters. God wil u onherroepelijk ook verzegelen in die einde. Amen. Ja, lieve broeders en zusters, wij kunnen allen verzegelen. Indien. Maar er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Dat snapt u. Dat snap ik ook heel goed. Dat kunnen we allemaal begrijpen. We gaan terug naar die mooie psalm. Psalm 108. En daarvan het derde vers. Zo wordt uw dierbaar volk in de eindheid, bevrijd van rampspoed en ellende. Dat is het. Wat we samen in gebed zingen. Psalm 108.
dat zieke mij zijn vorst zou heten. En ik het dal van Sukkot meten. Dat dal komt eraan. Die strijd zal onherroepelijk plaatsvinden. Laten we de Heer danken. En zoeken in gebed. Lieve, goede, getrouwe God en Vader. Lieve Heer Jezus. Wat geweldig wat U ons allemaal wilt openbaren. Wat we ook telkens terugzien bij Abraham, bij Mozes. Door de hele geschiedenis heen. Hoe U ingrijpt. Zo wilt U ook ingrijpen bij ons. Bij ons mensen, in de gezinnen, dat er een ander gezinsleven gaat ontstaan, voordat wij de luide roep ook kunnen en mogen gaan brengen. Heere, open het verstand van mensen. Geef hun kracht. U hebt mij kracht gegeven, U hebt Mozes kracht gegeven. En ook een Abraham. Maar wij kunnen allemaal fouten maken, lieve Heer Jezus. Behoed en bewaar ons daarvoor. Kom met uw Heilige Geest over ons, om ook ons daarvoor te waarschuwen. Zo leggen wij ook deze nieuwe week weer voor U neer. Dat er een dag mag komen dat we verzegeld zijn. En in een actieve dienst gesteld mogen worden. Ter ere en lof van U. Niet van ons mensen. Want U bent het die ons heeft veranderd naar Uw beeld. Eeuwig dank daarvoor, Vader in hemel. En lieve Heer Jezus. Daarom bidden we ook alles, Vader in hemel. Om Christus Jezus, onze geliefde Heer, zijn naam. Amen. We gaan straks eerst de inzameling houden en daarna gaan we nog zo'n mooi lied zingen uit Psalm 108. En Psalm 108 vers 4 is dat. Psalm 108 vers 4. Gans Gilead behoort mij toe, deze hele wereld. Ook de strijd die gevoerd moet worden. Kvoer in Manasse, heerschappij. Manasse staan, tweede hoorn, weet u. En dan leest hij ook daar moedig. Even in mijn troon, derde hoort, en dan ziet u ook weer, en Judas wijsheid mee. De werkt. Drie woorden. Geweldig, zo moest je dat verlossingsplan in elkaar. Maar eerst gaan we de inzameling doen, en bestudeer deze psalm ook heel goed. Ook als u thuis bent straks. Allen een heiland die leeft voor ons te bidden. Dat kunnen wij ook naar bidden, maar hij bidt ook voor ons. Laten we samen gaan staan in het geweldige mooie lied zingen. Psalm 108 vers 4. En ook staan blijven om de zegen van God te mogen.
zetel wordt vastgezet straks voor u en mij. Daar kunnen wij allebei aanwezig zijn. En verzegeld worden, dat is het. Laten we samen de hoofden buigen om die geweldige zegen van God mee te krijgen. En ook een zegen voor een ander te mogen en te willen zijn. Ongeacht wat ze van u vinden. We gaan in liefde te werk als getuigen van Jezus Christus. Met deze zending mogen wij ook deze week weer een nieuwe week straks. Morgen in het bijzonder. Na de Sabbatafsluiting hebben. Wilt u samen met mij de hoofden buigen om de zegen van God mee te mogen krijgen. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.